Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben, als jullie mij nog niet kennen, Angelique, jullie onafhankelijke sensieconsulente van magischegeurtjes.sensie.nl. En ik heb eerder de vlog geschoten rondom de enkele dennengeuren die Sensie momenteel heeft voor de feestdagen. En dit wordt een drieluik aan een aantal vloggen. Daar Sensie verschillende geurcategorieën heeft die je deze dagen zou kunnen gebruiken. En ik wil eigenlijk dat elke type geur eigenlijk een beetje zijn eigen vlog krijgt. Ook om het wat overzichtelijker te houden. En op dit moment, de vlog De fruit voor de feestdagen. En weet je, er zijn mensen die houden van dennengeur. Er zijn mensen die houden van bakgeuren rondom deze feestdagen. Maar er zijn ook mensen die heel erg houden van de wat frisse fruitgeuren. En Sensie heeft wat dat betreft ook een paar prachtige speciaal voor de feestdagen geuren ontwikkeld. En Sensie heeft ook, omdat het ook prachtige geuren zijn die je buiten de feestdagen kan, ook gewoon kan warmen. Want je hoeft natuurlijk niet per se alleen specifiek met feestdagen deze geuren te warmen. Ook een aantal geuren in de vaste collectie zitten die je het hele najaar winter zou kunnen gebruiken. Maar die ook wel heel erg passen in dit tijd van het jaar. En dat zijn er eigenlijk best wel wat geuren die je nu zou de komende weken zou kunnen warmen. Wil je een beetje in de kerststemming komen. En ik begin gewoon bij de eerste. Dat is de Snow Over It. En de Snow I'm Snow Over It bestaat uit Whispering Pine, Zedenhout en ook een besje. En dat, volgens Sensie blaast dat je winterromance nieuw leven in. En de I'm Snow Over It zit in de vaste najaars wintercollectie. Dus je kan hem dan gewoon op de site tussen de waxbars vinden. En het is een hele frisse, fruitige en ook wel een beetje een schone geur. Maar het is echt een heerlijke bessengeur. Die je zou kunnen warmen als je van een licht besje houdt. Of een besje met een schoon, frisse ondertoon. I'm Snow Over It. Wat dat betreft heeft Sensie ook afgelopen maanden twee collecties uitgebracht. Onder andere de Home for the Holidays collectie. De Home for the Holidays collectie is al helemaal in principe uitverkocht. En de Scents of the Season. En enkele geuren van Scents of the Season, die zijn er nog wel. Niet allemaal meer. Maar dit is bijvoorbeeld van de Home for the Holidays collectie. Dus mocht je wel die collectie gekocht hebben, dan is Snowkissed Cranberry ook een heerlijke geur. Die je nu zou kunnen gebruiken. En dan moet je denken aan bevroren roze cranberries, strekken net gevallen poedersneeuw, witte balsem en glinsterend gesuikerd hout. En dit is echt een heerlijke zoete cranberry geur. En als je daar heel erg van houdt, dan is dit de aanrader. Maar zoals gezegd, die is van Home for the Holidays collectie. Dus niet meer in de shop. Helaas verkrijgbaar. Wat wel in de shop verkrijgbaar is, dat is de Christmas Cottage. En de Christmas Cottage is ook bij de vaste collectie. Je moet dan denken aan een knus en uitnodigend mengsel van Valencia sinaasappel, framboos, kaneel en specerijen. En zoals ik al eerder verteld heb, ik ben verzot op kaneel. In mijn eten dan althans. Maar als ik als wax een geur brand met kaneel erin, vind ik dat toch echt even wat minder. En
Dat voor mij persoonlijk werkt dat niet. Hou je wel van kaneel in je geuren of van hele sterke kaneelgeuren? Er heeft Sensi ook een aantal hele mooie geuren beschikbaar die je zou kunnen gebruiken. Echter deze, de Christmas Cottage, is een hele warme, zoete geur. Waarin de kaneel, en dat vond ik heel erg fijn, je ruikt de kaneel, maar hij overheerst niet. En dat maakte hem voor mij heel erg fijn om te warmen. En het is ook echt een heerlijke, warme geur. En hoewel Christmas Cottage zijn naam, zou ik zeggen, wel heeft rondom kerstmis, is ook gewoon een hele mooie geur om echt gewoon heel de winter door te warmen. En die is ook gewoon beschikbaar in de vaste najaars wintercollectie. De Christmas Cottage. Daarnaast heb ik de Cranberry en Tinsel. En daar heb ik geen waxbar van. Daar heb ik alleen een testertje van. En de Cranberry Tinsel moet je echt denken aan warme cranberry, Siberische dennennaalden en wat ceder. En het is ook echt een hele zoete geur, als je daarvan houdt. En ook een hele warme geur. En het is net alsof je cranberries een beetje hebt lopen verwarmen. En als je daar heel erg van houdt, is dit misschien de geur die je lekker vindt. En dat is cranberry en tinsel. Ik kan alleen heel even jullie de tester van deze laten zien. Dus dat is dan misschien ook een aanrader. Een geur waarvan ik niet gedacht had dat ik die echt super zou vinden. Want ik ben ook niet zo'n iemand die van citrusgeuren houdt. En dit was echt wel een hele verrassing. Maar rondom deze dagen vind ik Wossel Wonderland ook wel heel erg lekker. Je kan het ook echt zien, want ik ben al echt al door de helft van mijn waxbar heen. En ik heb gelukkig al een nieuwe kunnen scoren. En ik zag ook dat gisteravond de Wossel Wonderland in de uitverkoophoek gedouwd is. Omdat het, denk ik, sommige geuren al van de Scents of the Season collectie al uitverkocht waren. Maar de Wossel Wonderland bijvoorbeeld niet. Die is nu momenteel, en dat is dus tot vanavond 8 uur sowieso. En ik weet niet of dat na vanavond 8 uur ook zo is te verkrijgen voor €6,13 in de uitverkoopdoek. Dus hou je van een heerlijke citrusgeur, check even die uitverkoopdoek, zou ik zeggen. En bij Wholesale Wonderland moet je echt denken aan een sinaasappelrasp, citroenrasp en ook wat kaneel en wat dennennaalden. En ja, het is gewoon een heerlijke, heerlijke citrusgeur, een warme citrusgeur. En de sinaasappel overheerst, de sterke sinaasappelgeur overheerst niet, de sterke citrusgeur overheerst niet, of de citroengeur. En het is echt een hele mooie, ik weet ook niet hoe ze dat gedaan hebben, maar het is een hele mooie blend geworden van al die geurtjes tezamen. En ook echt gewoon heerlijk om deze dagen te warmen. En ja. Voor mij dus echt een verrassing. Dus hou je van citrusgeuren en je wil graag een speciale voor de feestdagen, denk aan Wossel Wonderland. Echt de aanrader. Daarnaast heb ik, en daar heb ik ook geen waxbar van, en alleen maar de tester, de Very Merry Cranberry. Ik zal hem heel even zo aan jullie laten zien. De Very Merry Cranberry. En met de Very Merry Cranberry moeten jullie denken aan heerlijke rode winterbessen tegen een achtergrond van besneeuwde ceder voor een lieflijk winterlandschap. En het is een heerlijke zoete cranberrygeur. En met een houtondertoon erin. En dat is eigenlijk een beetje wat je kan vergelijken aan een dennenbos. Of als je langs zo'n cederhaag loopt. In combinatie dan met de zoete cranberry. En dat is natuurlijk ook een heerlijke geur
om een deze dagen gewoon in je warme te kunnen stoppen. Dus ja, very merry cranberry. Daarnaast heb ik de geur snowberry. En waarom? Omdat dit ook gewoon een hele heerlijke zachte geur is om te warmen. En met snowberry moet je echt denken aan loganbes, aardbei, pepermunt en ook een vleugje kaneel. En dit is ook echt een heerlijke geur om een deze dagen te warmen. Helaas op dit moment in de shop uitverkocht. Maar ja, mocht hij weer beschikbaar komen. Het is trouwens ook gewoon een hele mooie geur om niet alleen per se met de winterdagen te warmen. Maar dit kan je natuurlijk ook gewoon ook de hele winter nog door warmen. Dus niet alleen rondom kerstmis of oud en nieuw. Wat ook een heerlijke geur is. En zoals je ziet, ook die, daar ben ik door de helft heen. Is de Red Berry and Spruce. En de Red Berry and Spruce is ook van de Sense of the Season collectie. En de Red Berry and Spruce is nog wel beschikbaar. En dan moet je echt denken aan de vrolijke mix van cranberry, framboos en een vleugje blauwspar. Maar de cranberry en de framboos hebben de overhand. Dus ben je net zoals ik een zoetliefhebber? Hou je van framboos? Dan met een vleugje kaneel, dan is deze ook nog een aanrader. Wat ook een heerlijke geur is. Zal ik die eerst doen? Die bewacht ik nog wel even tot laatst. Doe ik de eerste Crimson Berry. Ook van de Home for the Holidays collectie. En de Home for the Holidays collectie is in helemaal uitverkocht. Maar de Crimson Berry moet je denken aan opbeurende karmozijnrode bessen. Highlighten de opwinding van een kerstochtend met een vleugje zoete kaneel en knapperige sneeuwappels. En dit is een wat zwaardere geur dan bijvoorbeeld de Red Berry Spruce of de Snowkissed Cranberry. Dus het is echt een wat zwaardere, wat warmere geur. Als je daarvan houdt, kan ook wel heel sterk zijn en heel pittig bij je binnenkomen, zeker als je te dicht op de warme zit. Dus hou daar echt erg in. Mocht je Crimson Berry hebben van de Home for the Holidays collectie, dat die en je bent gevoelig voor zware geuren, dat die pittig kan zijn. Maar neem niet weg dat het wel gewoon een hele mooie geur is om deze dagen te gebruiken. En wat ik zelf een hele heerlijke geur vind. En ik heb hem inmiddels ook als Scentsy-pot in mijn auto. En ja, dat vind ik ook wel heel erg jammer. Want ik had echt zo van, dit is zo'n heerlijke geur weer in de auto. Alleen als Scentsy-pot niet meer te verkrijgen. En gelukkig heb ik dan nog wel een beetje wat wax. Maar ja, ik wilde hem gewoon heel erg als Scentsy-pot hebben. Maar ja, niet dus. De pots zijn uitverkocht. Is de Berry Blessed. En de Berry Blessed is echt een heerlijke geur. Zacht vanille, cranberry, bestrooid met glanzend suiker. En dit is echt gewoon zo'n heerlijke bessengeur. Echt heel fris, heel fruitig. Je ruikt het zuurtje van de cranberry. En dat zorgt er ook voor dat het echt ook gewoon een hele frisse geur is wat bij je binnenkomt. De Berry Blessed is alleen te verkrijgbaar als set samen met Feeling Pine en Happy Holidays. En de Waxbar collectie is van de Snow Over It set. Is momenteel ook in die uitverkoophoek voor €17,68. En ja, wil je een hele mooie geuren set rondom de feestdagen en check dan even de uitverkoopboek. Want als je geluk hebt, heb je hem nog voor de kerstmis binnen. Maar gezien dat het nu al zo onwijs druk is bij de post, ja, is dat ook niet echt een garantie. Dus, maar dit is echt ook een heerlijke geur om ook gewoon na de kerstmis. En zeker die Berry Blast, want ik vind hem echt super. Ik heb hem ook echt in mijn Scentsy Clubs gestopt, omdat ik hem zo lekker vind.
En hij is voor mij ook echt clubwaardig in mijn kwartaalabonnement gestopt. Zodat ik in ieder geval deze geur speciaal vanwege mijn abonnement aangemaakt blijft worden. En ja, ik vind hem gewoon heerlijk. Dit is gewoon zo'n heerlijke besgeur. Maar ja, helaas niet los behalve dan in je Scentsy Club te verkrijgen. Maar nu in de flash sale beschikbaar in de uitverkoophoek. Dus ja, wil je een hele mooie geuren set? Zeker als je van dennengeur houdt of en deze. Het is natuurlijk een hele mooie aanbieding. Want normaal gesproken kost een waxbar €8,75. Dus ja, ja, in principe betaal je twee waxbarren en je krijgt de derde er nu eigenlijk gratis bij. Dus ik zou zeggen, regelen, hè, als je het wil, regel het. Ga die uitverkoophoek in. Ik heb het wel vaker gezegd, er staan nog wel meer mooie artikelen in de uitverkoophoek. Dus ja, check met regelmaat die uitverkoophoek, want je weet nooit wat voor moois dat je vindt. Dat meen ik serieus. Ik bedoel, ja, check hem. Voor nu, dat was dan eigenlijk het laatste het fruitgeurtje voor de feestdagen. Ga ik deze vlog afsluiten. Dit is nummer 2 in de drieluik rondom de geuren rondom Kerstmis. Ik zie jullie later terug in de laatste vlog van de serie. Ja, mocht je vragen hebben, stel ze gerust onder de comments of via de sociale media kanalen of stuur me een pb'tje. Ja, gewoon doen. Ja, vind je de vlog leuk? Zou ik het leuk vinden als je me een duimpje opgeeft of zelfs abonneert op mijn kanaal. Voor nu laat ik het erbij. Ik ga jullie een hele fijne ochtend toe wensen. En ik zie jullie later terug met het laatste en derde deel van deze serie. Ja. Tot straks. Hey, hele fijne dag. Geniet. Maak er wat moois van. En tot de volgende keer. Groetjes.